Wijchen mag zich vanaf nu officieel Fairtrade gemeente noemen. In een Fairtrade gemeente werken inwoners, bedrijven, winkels en lokale overheid samen om de verkoop en promotie van eerlijke producten te stimuleren. De bestuursgroep van Fairtrade Wijchen is uiteraard erg blij met deze titel. Ja, een bijzonder happening was het ook, maar ook een bijzondere gebeurtenis. We hebben met de kerngroep van 4 personen daar ruim 2 jaar aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. En als je dan het resultaat op dit moment van het behalen van de titel bereikt, ja, dat is wel heel heel prettig. Een gemeente wordt natuurlijk niet zomaar Fairtrade. De gemeente moet in de gemeente de nodige horecabedrijven, ondernemers, winkeliers hebben die Fairtrade producten verkopen of Fairtrade producten gebruiken. Horeca's die verkopen het in de vorm van koffie of thee. Thuis bij Fien is een van de horecazaken in Wijchen die Fairtrade producten aanbiedt. Nou, een van de dingen die we doen is bijvoorbeeld een kleine attentie. Is een chocolaatje, een Fairtrade chocolaatje natuurlijk, bij de koffie uitgeserveerd. En de koffie is dan ook Fairtrade. Fairtrade is ook breder dan alleen, zeg maar, eerlijke handel. Het gaat om ook bijvoorbeeld over biologische producten, lokale producten. Een eerlijk product verkopen, zeg maar. Ik vind het belangrijk dat een plaats als Wijchen ook zich bezighoudt met Fairtrade. En daar werk ik graag mee als bedrijf zijnde. Die eerlijke producten zijn daarom ook wel ietsje duurder. De prijs kan iets duurder zijn, dat klopt. Maar ik vind het meer dan waard om dan toch dat product, zeg maar, te voeren in ons assortiment.